deze vakantie maakte ik iedere dag een vlog. Aan elkaar geplakt geeft dat een heel mooi overzicht. Nu eerst week 1. Ja, goedemorgen videovrienden. Wat een zomer hè, in Nederland. Maar wij kiezen voor een wintervakantie. Wintervakantie, jazeker, want wij gaan naar Zuid-Afrika. En ik ben hier op Schiphol, al lijkt het een gevangenis wel. Hier zitten de daders. Nee. Het zijn de reisgenoten. Geld op zak. We vliegen met een Boeing 777 van de KLM. Kijk eens even, wat een prachtig uitzicht. Maar liefst 400 passagiers aan boord. Nou, over beenruimte hebben we niet te klagen. En een eigen tv'tje? Nou, dan komen we deze 10 uren wel door. Zo, Paul, onze vlucht is begonnen. Het duurt maar 10 uur. Maar in de film gaat het heel snel. Doe het even zo. Ja, en dan zijn we in Johannesburg. 1 koffer hebben we. En gelukkig die van Karin is er nu ook. Ja, ik zat er ook niet echt over in. Nou, we zijn gearriveerd op de hotelkamer. Ja. Ik was wat gedoe met de nummers. En met Paul natuurlijk. Ja, natuurlijk. We zitten dus ook helemaal van de groep af. Maar goed, onze reisdag zit erop. Ja. En wordt weer vervolgd. Ja, was erg lekker. Hier zien jullie de kaart met daarop de route die wij volgen. Vanaf Johannesburg naar het noordoosten, via Swaziland, de kust, naar Kaapstad, waar we over 3 weken weer vandaan zullen vertrekken. Goedemorgen, wij gaan vandaag fietsen door Soweto. Ga maar met ons mee. Kijk of die rem het al doet. Ja, belangrijk. Ja, dat heb je mooi uitgezocht. Ik laat het op met de grote. Ik heb het weer prima voor elkaar en we reizen zelfs samen. Hè? Ik ben Clemens. Petra. Ja, Petra. Nou, we maken er een mooi ritje van. Nou. Met Philo aan het stuur. Oliebol in Zuid-Afrika. Het is goed warm. Sorry. Ik nog geen like. Deze voormalige township speelde een sleutelrol in de anti-apartheidsbeweging. De apartheid is geschiedenis. Helaas niet de verschillen tussen arm en rijk. Deze foto van de dood van Hector Pietersen door een politiekogel en de protesten waren het begin van de grote verandering in Zuid-Afrika. Anything that the police have done. So I knew I was risking my life. The last picture that I took with this camera is by Hector Pietersen in June 16, 1976. I was very close from where the police were shooting. And I saw a person fell down. But I did not expect to see a 13-year-old boy being shot by the police. When I took that picture, Buiso Makuba picked him up to get Hector Pietersen into the clinic. So I quickly ran to the scene. I was trying to explain myself. This is my younger brother. Where are you taking him? The man never said anything. And I looked at my brother. I saw blood coming from the side of the mouth. As he was about to put my brother in the car, he said, he's dead. Come what may, we must use this picture. The police came to the office of the World Newspaper. They weren't happy about the world exposing what the government was doing. Of course, the picture was banned in South Africa. I did not know that it was going to have such a big impact. For many years, I regretted taking the picture of Hector Pietersen because the picture destroyed my future in journalism. But I'm no longer regretting because Mandela, when he was unveiling Hector Pietersen Memorial, he said, when we saw this picture, we said, enough is enough.
After so many years, people are free in South Africa. And that is really giving me consolation. The Hector Peterson Museum, it's a place of reconciliation. Those who died made us live better today. And as for my brother, I know that he did not die in vain. The picture changed South African apartheid because they felt that this is enough. Aha. Gaat goed. Goed hoor. Goed zo. Prima. Mooi. Tot zover de Soweto Tour. We zijn in Pretoria en we bezoeken het Voortrekker Monument en het museum. Dit zwaar granieten monument werd opgericht ter nagedachtenis van de voortrekkers. Dat het bordje is duidelijk, hè? Ja, moet niet aanraken. Volgens mij mogen we er niet aankomen. Die de Engelse Kaapkolonie tussen 1835 en 1854 verlieten en de binnenlanden van Zuid-Afrika introkken. Het Krugerhuis is de historische residentie van Paul Kruger, boerenleider en president van de Zuid-Afrikaanse Republiek in Pretoria. Nu een museum. Nou, hier zie ik een heel mooi beeld van Nelson Mandela. Tot zover het bezoek aan Pretoria. Nou, we zijn op weg naar Hanna Lodge. En daar gaan we vannacht overnachten. Je ziet het is hier helemaal winter. De bomen verliezen hun blad. Kale boel hier. Nou, kijk eens, Kaar, wat een uitzicht. Hey. Het is ongelooflijk zo mooi. Hanna Game Lodge, a gift from God, is a reflection of the Africa that God created in its entire natural splendor. Here, in the heart of the African bushveld, our guests experience a rare sense of freedom and renewed spiritual inspiration. Hanna Game Lodge lies amongst the gently rolling hills of the Southern African escarpment. Hanna Game Lodge is a captivating tapestry of African sounds, smells, and colors, where the rising sun showers the valley with shades of pink, red, and orange. Hanna Game Lodge is located near the town of Oorigstad, on the border of the Limpopo and Mpumalanga provinces. It is ideally situated on the world-famous panorama route for those who wish to explore the Lowveld and discover some of the hidden treasure. Wat een mooie plek, hè? En dan nu tijd om voor het eerst dieren te gaan spotten. En dit was dan onze eerste game drive. Ja, daar sluiten we deze dag mee af. Heel mooi.
Zo, goedemorgen videovrienden. Nou, we zijn met veel gezang wakker geworden. En een kopje koffie was ook nodig. En we maken nu onze eerste ochtendwandeling. Heel mooi gebied hier. Kijk maar weer mee. Nou, dit was toch wel echt de moeite waard hier. Nou, we zijn nu weer het Krugerpark aangekomen. Ik laat even het interieur zien. En luxe hier. Kijk eens, buiten douche. En tot zover de top van vandaag. Hier achter mij, die is niet echt. Morgen hoop ik een echte te zien. Hey, allemaal groeten uit Zuid-Afrika. To be continued. 6 uur vandaag. Ja, maar niet voor niks. Dit is de topper van de vakantie. De grote game drive door het Krugerpark. Nou, we vertrekken in het donker, maar na een uurtje rijden spotten we de eerste olifanten. Wauw, wat een ervaring zeg. Leeuw gespot. Nou, we hebben heel veel geluk, want deze leeuw loopt en leeuwen zijn eigenlijk vreselijk lui. Dus echt een buitenkantje. Dat is Clarence, hè, van Daktari. Yeah. I want to try to
find the... You don't want. Nou Paul, jij zit daar mooi helemaal vooraan, genietend van deze olifanten. Daar past maar één muziekje bij en het echte Afrika gevoel. Ja, dat laatste was natuurlijk een grapje, maar we hebben 4 van de Big 5 vandaag echt gespot, echt gezien. Nou, het was echt een topdag, Clem. Helemaal leuk. Zeker. En morgen gaan we op weg naar Swaziland. To be continued. Videovrienden, fijn dat jullie weer kijken en weer een nieuwe dag hier in het prachtige Zuid-Afrika. Achter mij de Krokodillenrivier. En we zijn op weg naar Swaziland. En er is een verrassing. Vanavond overnachten we echt in Zuid-Afrikaanse sferen. Kijk maar eens even hier om me heen. In de zogenaamde beehives, oftewel bijenhuisjes. En ik vraag Karen even om een kleine rondleiding te geven. Nou, Clem, dat gaan we even doen. Loop maar mee. Mind your head. Bukken. Een reukende geur geven we niet mee. Het ruikt een beetje naar mest. Bedden. Oh, hier slapen wij, heel mooi. Hier achter hier een kast. Dan ga je hier door. Er is ook nog een gordijntje. Heb je hier de douche. Hier de toilet.
is onze buurman. En Paul, niet snurken, want we horen alles. Ja, ik weet het. Jullie ook niet. Ja, nee. We denken aan de huishoudelijke geluiden. Paul, dan nog even een avondwandelingetje. Een excursie. Excursie. En wat zeggen we dan? Jebbonkos? Jebbonkos. Wat betekent dat? Weet ik veel. Weet jij dat? Nou, volgens mij is het wel aardig. Ja hoor. Oké, sorry. Ja, en tot zover groeten uit Swaziland en to be continued. Zo, lekker geslapen in onze beehive en nu tijd voor een ochtendwandeling. Ja, en met deze wandeling hebben we toch wel echt het Afrika-gevoel. Schitterende omgeving. En hier zitten dus ook echt alle dieren. Hè? Er reed net ook een jager langs. Of een jager, iemand met een wapen. Zodat we toch een beetje veilig zijn. Als je goed kijkt, heb je daar een dode zebra die door een krokodil is gepakt. Kijk uit elkaar. Wat zit er in het struikgewas? Hey, kijk uit. Ja, hoe is het mogelijk? Maar het is dezelfde leeuw als eergisteren, hè? Nou, het is gedaan met de rust. Dus ze zitten overvol. Even een stop en ik heb zo'n gevoel dat hier wel, ja, zie je wel, een vlinder tussen zit. Een bijzondere lunchstop. Nou, wel heel bijzonder, ja. Hè? We zijn weer terug in Zuid-Afrika en dit was echt een schitterende verrassing vanmiddag. To be continued. Oh,
Wacht even, Karin. Aan het eind van de dag, vlak voor onze lodge, ons hotel, nog een wegversperring. Een hele bijzondere, kijk maar. En dit was de eerste week, deel 1. Wordt vervolgd.